Ik sta hier op de Kort van de Lindenlaan en ik heb een afspraak met Peter en Wim, want ze willen me een aantal bijzondere dingen van hun huis laten zien. Dus ga je mee? Hallo, hallo. Hey, Mark. Hey Peter, hey. Hallo. Jij gaat me iets leuks laten zien van je huis, hè? Of ja, natuurlijk. Kom verder. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik dacht, ik neem je eerst mee naar boven. Ik wil je even mijn werkplek laten zien. Ja, moet je zien. Dit is toch een geweldige plek om te werken. Ik zit hier bijna iedere dag in coronatijd helemaal, maar ook voor die tijd. Het is een prima idee natuurlijk om hier ook een slaapkamer van te maken. Wij hadden dat niet nodig. Maar als je doet, dan heb je altijd nog twee volwaardige werkplekken over. Want je hebt ook een werkplek boven de keuken en je hebt een werkplek in de woonkamer. De master bedroom, hè? Zo is het. Ja. En wat mij opviel is natuurlijk dat je hier een prachtig uitzicht op de tuin hebt. En een van de eerste dingen die mij toen opviel is dat jullie sedumdaken hebben. Ja, sedumdaken, inderdaad. Op de platte daken links en rechts. En dat is erg fijn. Het is natuurlijk voor het eco-gevoel. Wat we prettig vinden en belangrijk. Maar het is ook voor de isolatie. Hé, hey, en wie zien we daar in de tuin? Wim! Hey Mark! Kijk, Wim is in de tuin druk bezig. Want de tuin is jullie andere grote trots, hè? Ja, we wilden heel graag toen we uit Amsterdam naar hier verhuisden, een tuin om te gaan moestuinieren. En nou ja, dit was eigenlijk het huis met de grootste tuin. Dan lopen we nu zo de woonkamer in. En het eerste wat mij natuurlijk opvalt, zijn die potten hier op tafel. Kan je me daar iets over vertellen? Ja joh, dit is onze zelfgemaakte jam. Dus dat is een van de leuke dingen van de tuin. We hebben bessenstruiken. We hebben een goede pruimenboom en aardbeien doen we ook. En in de zomer betekent dat dus je eigen jam maken. Dat is hartstikke leuk. Er staat wat sla, er staat wat koolrabi. Hier heb je weer een ander soort bessen, dat zijn theeberries. Een kruising tussen bramen en frambozen. Heerlijk is dat. Ah, met dit weer. Ja, maar dit weer is natuurlijk prachtig. Ja, weet je, aan het eind van een werkdag en trouwens ook in het weekend is het heerlijk om daar een glaasje te drinken. En bij het water te zitten. Glaasje. Hey, laten we proosten op een goede verkoop en laten we kijken of we een leuke volgende koper voor jullie huis kunnen vinden. Hè? Dat zou heel leuk zijn. Is er nog iets bijzonders wat jullie mee willen geven aan de toekomstige kopers van jullie huis? Nou ja. Vooral hiervan genieten, hè? Gaan wij dan lekker doen. Ja, dit is een fantastische, rustgevende plek, vinden wij altijd. Nou, hier kan niets tegenop. Nee.